Yo kijkers van de V-Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Ik begin vandaag lekker uitgerust in mijn huis, terwijl er iemand buiten voorbij loopt. Wie is dit? Dit is Panda. Panda, loop eens door, want ik weet niet dat je hem afluistert. Ik kan wel een beetje gaan vertellen wat ik vandaag van plan ben om te gaan doen. Ik wil vandaag naar de IKEA gaan om in eerste instantie camera's te gaan kopen voor mijn bank, want er hangen geen camera's en in ieder geval in de bank niet. En zeker aangezien natuurlijk een overval is geweest of in ieder geval er is ingebroken, heb ik zoiets van, ik wil er toch wat meer beveiliging hebben. Vervolgens wil ik graag ook een camera hebben bij mijn schuur. Waarom? Ik ben natuurlijk minder bij het tuincentrum aanwezig. Dus mijn schuur staat er ook een beetje zo van, er wordt niet veel in de gaten gehouden. Ik wil ook gewoon mijn eigen veiligheid. En natuurlijk om wat er binnen staat. En dan wil ik ook nog eens een keertje toch wel even een aantal lampen gaan kopen die behoorlijk wat warmte af kunnen stoten. Zodat ik natuurlijk daar mijn planten beter kan laten groeien. Terwijl ik hier een boek heb van, even kijken, van Laurens. Oh ja, hij heeft natuurlijk het hout aangepast bij de schuur. Daar moet ik er nog 300 voor betalen. Nee, dat komt wel. Dat ga ik straks wel bij hem afleveren dan. Laat ik nou eerst maar eens even bij de bank gaan kijken om uit te gaan rekenen hoeveel camera's ik nodig heb. En ik denk trouwens dat ik voor mijn schuur 1 camera nodig heb. Of dat ik er 2 doe. 1 buiten en 1 binnen. Want die van binnen kan ik dan natuurlijk uit mijn eigen huis. Dus moet ik trouwens ook een computer natuurlijk erbij kopen. Wordt allemaal wel weer duur op die manier. Maar dan kan ik natuurlijk gewoon vanuit mijn huis in de gaten houden of er daadwerkelijk iemand binnen of buiten bij de schuur is. En dan komt het gewoon helemaal goed. Dus als ik hier ergens buiten dan eentje zet en dan eentje binnen, dan moet het helemaal goed gaan komen. En natuurlijk bij de bank. Ik hoop niet dat het al te duur is. Maar ik moet natuurlijk niet vergeten. Ik heb natuurlijk een auto. Hè? Dus dat betekent dat ik natuurlijk wel voor mij 10% korting kreeg bij de IKEA. En als ik gewoon alles in één keer doe, dan ga ik gewoon het geld proberen af te dwingen. Moet helemaal goed gaan komen. Even spieken of Nino ook gewoon lekker aan het werk is vandaag. Weet je, dat hij wel gewoon de zaken doorgaat. Hey Nino. Hey. Hallo. Alles goed? Ja, lekker met jou. Ja, met jou. Ben je van plan te doen hier? Ik ga even naar de bank toe. Daarna ga ik even naar de IKEA. Even wat camera's kopen. En lampen. Oh, camera. Kom eens mee trouwens. Niet over camera's heb. Ja. Kijk. Ik ook even camera kort. Wat jij vergeten? Oh. Oké. Okay. Nou, leuk. Ik moet er wat bij halen. Oh, nou, ik ga naar IKEA toe, dus ik spreek je wel weer. Oké, is goed. Ik loop gewoon lekker mee. Hoezo? Doe niet. Ja, ik ga toch gewoon naar IKEA toe camera's aan en lampen halen. Dat kan ik heus wel alleen. Heb ik jouw hulp niet bij nodig, hoor? Nee, ik loop gewoon mee. Ik moet ook even binnen daar. Oké, ik moet toch eerst de bank in, dus ik ga eerst kijken hoeveel kamers ik nodig heb. Oké, maar ik ga gewoon pinnen daar. Oké, nee, ik vind het... Mag toch of niet? Moet ik anders pinnen? Nee, van mij mag je best pinnen, maar ik... jij gaat ook met me mee naar de IKEA. Ja, als je niet erg vindt. Nou ja, natuurlijk. Even kijken, ik heb 1, 2... 3, 4... Even kijken, nou boven wil ik er sowieso ook eentje hebben. Daarom vind je dat er zelf 5 camera's. Wil ik hier 6... En hier in elke hoek 1, dus zo'n ongeveer 10 camera's denk ik. Ja, 10 camera's plus 2 voor mijn eigen schuur, dus op 12 camera's en wat lampen. Oké. Okay. Goed, dan weten we dat ook weer. Ja, 12 camera's moet lukken. Och, heb je hem weer. Ja. Wow. Nou, kom je lekker mee? Jongen, jongen. 12 camera's, heb jij van plan? Ik heb gewoon, ik wil gewoon goed beveiliging hebben. Het is een bank, hè. Ik doe zoals trouwens 14 camera's, misschien wel ook nog een paar buiten gewoon. Ja. Kom maar. En als dit hier, weet je, gewoon op het gebouw aan de zijkant, gewoon een camera. Ik bedoel, het moet gewoon allemaal... goed beveiligd worden. Ik wil niet dat het dadelijk weer... dat er niet nog een keer wordt ingebroken, zeg maar. Precies, inderdaad. En ik heb gewoon lampen nodig. Heb je echt nog overvonden wie het is, of niet? Nee, volgens mij is... ja, de bewijs eigenlijk bij de politie. Maar goed, er waren alleen maar schoenen zien op camerabeelden. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, weet je, ik ga zelf gewoon keihard aan het werk om gewoon het eigenlijk te voorkomen. Zoals je hier kan zien, ook bij die camera. Het hangt hier vol met camera's. En bij de bank hangt er geen één. Het is gewoon te belachelijk voor woorden. Eigenlijk dus, wel, hè. Kan eigenlijk niet. Nee, daarom. Dus ik ga eens even zoeken naar een medewerker kijk in die IKEA. Rust, want, Ja, word hier niet zo goed, ik word hier niet goed van. Hier stond trouwens mijn tafel. Moet je nou, hier stond mijn tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Cosmo, en Nino. Ja, nee. Hij hoort niet bij me vandaag, hoor. Ik ben hier voor mijn bestelling. Hij liep weer eens een keer mee. Is hij weer vervelend? Ja, ik moest ook gewoon mee. Ik moet ook al wat kopen hier, maar dat komt al na jou, hè. Jij kan gewoon eerst. Ja, natuurlijk ga ik eerst. Ik nee, ga maar. Doe dan niet zo irritant. Maar goed, Cosmo negeren, maar... Helemaal gek van dat kind. Wat wil ik ook weer halen? Ik weet het ook. Ik had lampen nodig en ik had camera's nodig. Nou, camera's moeten bij de IKEA wegwezen, maar dan lopen we zo even heen. Hier hebben we lampen. Oké. Okay. Je kan verschillende kleuren nemen, maar je kan ook gewoon normale zonder een kleur nemen. Even kijken hoor. En deze lamp, geef je die ook een beetje warmte af, zeg maar? Een beetje, Ja, staat er maar zonder. Kom maar. Oké. Okay. Eens even kijken, en
Wat kost een lamp? Gewoon één losse lamp, zeg maar? Wat moet daar aan denken? Zo'n blokje. Ja, gewoon die... losse? 500. Ja? 500 per stuk. Wat? 500 per stuk. Zo. Zo, jongen. Ga nou, jongen, je weet, ik heb geld. Je hebt nou... geld. Ja, die heb ik zeker, ja. Dat is niet zo irritant, man. Ik schaam me kapot van jou. Sorry, dus, sorry. Hey, zo meteen help ik je. Maar even zo'n kale lamp zonder kleurtje erbij. Deze dan. Kost 1000. En dan wil je niet weten hoe groot deze, hoe duur die lamp is erboven je. Nee, maar goed, wat als ik zo'n grote lamp als hierboven zeg maar neem zonder de omheining? Gewoon een puur de lamp, zeg maar. Een puur de lamp? Nou, dan kon je toch wel op 3000. Oké, dan wil ik eigenlijk ja, toch twee van die lampen hebben. Twee. Twee, en dat zal ik eventjes noteren. Ja, daar heb ik denk ik wel twee van nodig. Ja. Wat? Hallo. Wat is er nou weer? Nee, gewoon, hè? Wat, ben je jaloers? Moet je zelf ook zo'n mooie lamp? Ben je jaloers? Nee, ik moet nog shoppen, joh. Ik heb hier een appartement, hè? Oh, een appartement, hè? Ja, hoor. Man, waar heb je vandaag last van? Broers, laat ik zo zeggen, het gaat goed, de zaken. Ja, die jongen, ik kom gewoon puur even langs bij hem bij zijn tuincentrum, even vragen hoe het met hem is. En op een of andere, hij volgt me gewoon, hij gaat met me mee naar de bank. En ik vond het helemaal gek van, joh. Dus... Je kent die nou toch? Ja, maar dat... Weet je, laten wij lekker doorgaan. In ieder geval, die staan genoteerd. Ik had camera's ook nodig voor de bank. Dan moeten we even naar de IKEA-tech ervoor. Maar Nino wil hier ook nog wat hebben, toch? Ja, die wacht maar lekker. Ik wil eerst geholpen worden. Die vindt... Is goed. Dan gaan we eerst naar de IKEA-tech en zo'n stukje lopen dan. Ik ga aan de fitness werken. Wat zeg je nou? Laat hem gewoon uitpraten. Je loopt hier gewoon doorheen. Lekker aan de fitness werken, zei ik. Oh, waar is de IKEA-tech in de buurt? In het DDG-gebouw. Helemaal daar? Ja, maar daar, ja. Oké, nou gaan we daar lekker heen lopen. Ik bedoel, trouwens over die lamp, hè, die, ja? Dat jij die zelf kan leveren gewoon, kan ik die ophangen? Ja, ik kan hem laten leveren, maar ik kan hem ook door jou laten ophangen, door gewoon zelf laten ophangen. Oké, ja, nee, het is nou ook voor in mijn schuur, ik ben daar bezig met een projectje, ik heb daar een auto staan. Er mag weinig daglicht bij komen, dus ik heb het boel mooi dichtgetimmerd. Maar ik heb natuurlijk wel goede lampen nodig om onderdelen te kunnen vervangen, dat ik alles goed kan zien. En noem het allemaal op, dus vandaar dat ik eventjes daar lampen nodig heb. Geen duistere zaakjes doen, hè? Oh, nee. Okay. Maar het is puur voor het behoud van die auto, weet je. Die mag zeg maar niet in te veel daglicht, want er wordt zeg maar gespoten. Moet allemaal goed egaal worden. En daar hebben we een paar grote lampen voor nodig, die ook gewoon wat warmte afgeven. Dat goed blijft drogen, die lak. Maar en daarna wil ik natuurlijk die auto dan aan Colin gaan verkopen. Maar hey, je moet een beetje investeren voor iets moois. En dan heb je uiteindelijk natuurlijk ook wat. Hé, hey, wacht eens even. Is dat die schuur uit je oude tuincentrum? Ja. Oh ja, die schuur. Nou, daar wil ik trouwens ook twee camera's hebben. Eentje buiten, eentje binnen. Trouwens, ik heb dan ook denk ik een schermpje nodig. Want is het mogelijk dat ik vanuit mijn huis dan een scherm neerzet dat ik kan kijken? Dat is mogelijk. Ja. Dat is wel wat duurder dan, maar dan kun je vanuit huis kijken. Weet je, er moet toch wat beveiliging. En trouwens, dat kan ook zo'n schermpje boven in de bank. Dat ik als ik op mijn kantoor zit, dat ik heel de bank ermee kan checken. Is dat mogelijk? Maar dan moet je wel twee schermen kopen natuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat is geen enkel probleem. Wat volg jij ons nou weer? Ik zeg toch niks, ik zou toch meegaan, ik moet hier toch ook even kijken wat hier is. Gewoon even schaam, niet zo aangebrand. Ik word zo gek van jou, hè, echt. Ja, ik ben het wel gewend, er zijn wel vaker mensen die dan achter de mensen zoals Gijsselep ook wel eens te volgen, dus ik ben het wel gewend. Ja, goed, maar goed, we zijn nu in de IKEA Tech. Ah, eens even kijken, oké. Oké, een camera is 2500. Ja. Ik kijk heel veel rond als je niet hebt, want ik zie nog meerdere dingen staan. Broodrooster, antieke klokken, een computer, maar wat heb ik eigenlijk, stel ik heb die camera's, hè? Ja. Heb ik dan een tv nodig of een cameramonitor? Deze cameramonitor is de beste kwaliteit die kan je hebben. Je kan natuurlijk ook gewoon een pc hebben, dat je vanuit je pc gaat kijken. Maar ik raad dan echt, als je puur alleen voor die camerabeelden wil hebben, dan raad ik je de cameramonitor aan. Oké, dan zou ik dus, even kijken, twee cameramonitoren zou ik dan... nodig hebben, want één wil ik eigenlijk in mijn huis hebben. En dan zou heb ik ook je graag... wel een pc op je kantoor eigenlijk? Nee. Nou, dan raad ik je misschien aan, bijvoorbeeld voor je thuis een cameramonitor. Dan kan je gewoon thuis zien hoe het met de bank is. Maar je kan bijvoorbeeld op de pc, kun je weer andere dingen doen. Kun je alle bankzaken bijhouden en alles. Ja. Er zit wel wat in. Dan kan je wel de camera in de gaten houden, maar dan kan je ook alle dingen opstaan, belangrijke papieren, zonder dat je al je twee boeken moet vullen steeds. Dat is natuurlijk wel iets. Dus op zich een computer voor daar, oké. Dus dat zou dan oké. En camera's. Als ik er zeg maar veel tegelijk koop, hè, krijg ik dan korting? Sowieso trouwens, ik heb een auto, dus dan krijg ik ook korting, toch? Dat was bij de vorige eigenaar, dus alweer een maand geleden. Ah.
Cosmo, omdat jij wel een vertrouwde klant bent. Ja. En ik heb vorige keer ook je huis op ingericht. Ja, en je die mooie tafel hebt gekocht. Mm-hmm. Wil ik een keertje een uitzending maken? Oké, want ik zat namelijk te denken aan een stuk of 12 of 14 camera's. Ah, ja. Nou goed, dat gaat natuurlijk al heel veel kosten. En dan ook nog een keer cameramonitor erbij, wc en ook nog een keer die lampen. Het wordt wel heel prijzig op die manier. Ja, ik zou hoeveel camera's wil je ook weer? 12? In eerste instantie 12, ja. Dan zou je in totaal dus op 30.000 uitkomen, maar ik wil er best wel 25.000 van maken. Oké, dat zou echt fantastisch zijn. Dan doen we even zo uitgerekend voor de camera's gaan we dus 25.000 kosten. Ja, de lampen kosten al 6.000, dus dat maakt wel 31.000. Ja. Kunnen we niet een deal maken dat ik zeg maar dan voor 35.000, dus de camera's, lampen, cameramonitor en PC krijg voor 35.000? In totaal? Ja. Nou, vooruit. Ja? Ja. Oké, dan kan ik bij deze zeggen, dan hebben we hier alvast een deal. Ja, is goed. Wat zijn je nou weer te knikken, jongen? Kan je niet even naar buiten wachten of zo? Dat is een mooi dealtje. Kan je even naar buiten gaan? Ja, als jij dat wil, dan ga ik hier gewoon staan bij buiten. Man. Maar het is omdat je die gouden tafel gekocht hebt de laatste keer. Ja, dat is een hele mooie aankoop. 12 camera's waar je in je wou, 1 per se en 1 camera. En dan die twee grote lampen. Ja, ik zal dat even noteren voor je. Krijg je een mooi factuurtje. Ja. Wil je trouwens dat ik meteen ga betalen of... Wat jij wil, maar je krijgt je meubels sowieso pas na betaling. Ja, oké, dus dat is wel handig. Is hier ergens een pinautomaat in dit gebouw aanwezig? Ja, in de hal. Als je nu naar buiten loopt, naar rechts. Ah, dan ga ik er eerst even pinnen. Dan ga ik even 35.000... Dan ga ik ondertussen je factuur even afmaken. Het is een dure grap. Ja, dan heb je ook wat, hè? Dat is zeker waar. Even kijken. Als het goed is, heb ik nu 35.000. Hoppatee. Hey, Aarschier, kan je nog even een stukje naar achter gaan voordat je daar mijn geld gaat lopen jatten? Oh, dat zal niet gebeuren hoor. Gewoon even normaal blijven. Hey, jij, je komt toch weer dichterbij, hè? Je komt toch weer dichterbij. Waarom zou ik het geld pakken? Wat heb ik eraan? Al die kamers in het gebouw, joh. Jou kennen de reden. Gewoon mijn weg en dan ga je gewoon de hele dag verstoppen. Goed, dan kan ik hier gewoon het geld overmaken naar jou. En je hebt hier de rekening? Dus even kijken. Ga ik eerst even inzien. Even kijken. Ja, lampen staat er nog op 3.000, maar ik kon ik niet meer aanpassen. De inkt... Oké, snap ik. Dat worden er in de 2. 12 kamers per se. Ja, oké, duidelijk. Dan geef ik jou hier in ieder geval het geld. Kijk eens aan, dat zijn 7. Iemand de blokken kort om 35.000. Wat nou? Nice. Hoe lang is de leeftijd? Een week. Een week, oké, goed. Dan zie ik het wel verschijnen. Trouwens, anders weet je, je mag alles trouwens wel gewoon anders bij mijn huis afleveren. Dan verplaats ik alles zelf en komt helemaal goed. Is helemaal goed. Oké, dan bedank ik jou enorm voor jouw fantastische hulp. Alsjeblieft. Sorry dat deze persoon heel de tijd met me meeliep. Het spijt me enorm. Ik heb ook een neef die af en toe irritant is. Dus. Ja, dus het spijt me enorm. Bedankt en ik hoop snel natuurlijk die spullen te zien. En veel plezier met hem, want ik ga nog een zware kluif aan hem krijgen. Dus, ja. Ik ga terug naar de bank, want ik ga kijken hoe de kamers, wat voor installatie en noem het allemaal op. Ik ga me daar even mee bezighouden, ja? Is goed. Succes. Dankjewel. Ja, Cosmo. Ja, later hè. Goed mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Mocht je nou een leuk hebben gevonden, vergeet dan om niet eventjes die like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. Laat natuurlijk ook gerust wat in de reacties achter. Nino's zijn kanaal staat in de beschrijving. Ook die van Dennis staat in de beschrijving. Check ook zeker even hun kanalen. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal de volgende keer weer te zien. Een nieuwe video. Later mensen.